Maar je bent ook een CEO van Golanzo Sports. Interessant, hè, want ik denk, ik weet niet dat iedereen het Golanzo kent, hè, maar je organiseert heel veel runs. Ja, de meest gekende voor ons is de Antwerp 10 Mile. Ja. Maar er zijn en er de, zo de nog kei veel die je. Ja, ik denk dat bijna van alle grote events in België, gerelateerd aan zo de sport, zullen jullie het merendeel organiseren? Ja, toch heel veel. We zitten heel breed. Dus je noemt daar de AG Antwerp 10 Miles. Dat was nu een soort... Het is net voorbij. Het is letterlijk gisteren. Ah ja. Dus het was een bevrijding. Gisteren. Het was echt een bevrijdingsfeest. Ik stond zelf bij het startschot. Ja, gewoon al die blije gezichten zag van wauw, wij kunnen hier allemaal terug met... Met 26.000 mensen in de startbox staan, we moeten ons van niks nog iets aantrekken. Ja. We kunnen gewoon vrij lopen door die stad, aangemoedigd door nog een keer zoveel supporters. Ja. Dat is fantastisch. Je maakt echt mensen constant blij. Hè. Dus, nee, maar zoals wij zijn qua evenementen, zitten wij heel diep in alles wat running is. Dus we hebben een pak stadslopen, zoals de 10 miles erin is, zoals dwars door Brugge, stadsloop Gent, dwars door Hasselt. We hebben urban trails, waar we kriskras door gebouwen lopen. We hebben Spartacus runs, waar we... over obstakels. Ja, mensen laten klimmen over obstakels. Ja. Ja, dus hindernissen run eigenlijk. Marathons. Lopen. Recent ook het WK wielrennen. Ja. Wielrennen. Ja, dus naast lopen is onze tweede belangrijkste sport waarin we actief zijn, is het wielrennen. Ja. Onderverdeeld eigenlijk in twee categorieën. Het professioneel wielrennen. Dus wij waren de trotse co-organisator van het WK wielrennen. Ik sta altijd met een smile op mijn gezicht van ja, dat was echt wel... Ik kan zeggen, onverhoopt, want dat mag ik niet zeggen. We hebben er 2 jaar hard aan gewerkt, maar het was echt een fantastisch succes. Hm. Ook een bevrijdingsfeest. Iedereen buiten gekomen. Ja. Prachtige wedstrijden gezien. Maar daarnaast hebben we nog de 2 officiële wielerrondes. Dat is de Baloise Belgian Tour, de Ronde van België, en de Benelux Tour. Dat zijn meerdaagse voor profs. De 6-daagse van Gent is binnenkort. Hm. Dat wordt ook terug een soort... Ja. Bevrijdingsfeest. Veel feest. En het is natuurlijk uitgesteld geweest. Dus de mensen kijken naar die uitgestelde edities enorm uit. Hè. 21 cyclocrossen. En daarnaast een heel pak evenementen voor recreatieve fietsers. Ja. We hebben gravel events, we hebben mountainbike events. En niet alleen in België. België, Nederland, Frankrijk. Ja. Ja. Dus ieders, ja, voor iedereen wat wil. Zit je ook in het voetbal of niet? Het enige wat we hebben in voetbal is recreatief, is de Keizer Karel Cup in Gent. We hebben elkaar gebeld en je zei eigenlijk iets heel interessants toen. Je zei van chance dat we tijdens corona nog wel wat sportbeleving hadden, dat we konden kijken. Want anders was het voor veel mensen denk ik nog wat zwaarder geweest. Ik denk dat ik ook voor u spreek als ik zeg, wij zijn niet de grootste sportfans. Misschien wel om te doen of te ervaren of whatever. Maar minder om gewoon te kijken. Wat denk je dat zo belangrijk maakt? Dat zoiets creëert? Of waarom dat zo belangrijk onderdeel is van de maatschappij? Want ook gewoon als je kijkt naar voetbal nu, dat is zo typisch Belgisch, maar er is ook keiveel geld naartoe. Dus je ziet ook, niet alleen economisch, maar inderdaad, het is echt een groot onderdeel van een land ook vaak. Ja. Er zijn heel veel vragen één vraag, hoor. Ja. Nee, maar dat maatschappelijk aspect van topsport, topsport die live op televisie komt, en dat is vooral tijdens de echte corona-lockdown, dus toen we er echt diep in zaten, waar eigenlijk niks te doen was, heeft die sport een heel belangrijke maatschappelijke functie gespeeld door live op televisie te komen. Wij waren letterlijk het lichtpuntje in hele duistere dagen, dat mensen op zaterdag en op zondag thuis... dan toch hun tv konden aanzetten en live sport zien. Dat was al een unicum. Want je kon niet naar sportwedstrijden gaan kijken. Het was zonder publiek. Dus bijvoorbeeld, wij brachten cyclocrossen zaterdag, zondag, gans de winter, tijdens de volle lockdown, live in de huiskamers van vele honderdduizenden Vlamingen. Maar niet alleen Vlamingen, ook Waalse, Nederlanders, noem maar op. Dus en dat hebben we ook gezien aan die kijkcijfers. Die waren gigantisch hoog. Dus de mensen hebben dat wel geapprecieerd van... Hey, ze hebben toch iets zinnigs te doen die dag. Wel, dus voornamelijk zo'n gezamenlijk gevoel van connectie. Het enige dat er dan op die moment nog is. Dus wij hebben dat gedaan met topsport. We hebben het ook gedaan met het effectieve doen sporten. Wij hebben heel veel virtuele sportevenementen opgezet om thuis te doen. Tot zelfs een heuse marathon lopen via de oortjes waar je het startschot hoort. Ja. De speaker, elke kilometer je tussentijd. Je hoorde de typische djembe-bandjes. Ja, ja. Je hoorde zelfs waar je langs liep virtueel. In Antwerpen of in... maar op. Dus, en dat heeft toch heel veel mensen een bezigheidstherapie gegeven. Heeft ze on the move laten gaan. En heeft voor heel veel verbondenheid gezorgd. Dus zowel topsport als recreatiesport heeft
tijdens die coronalockdown echt wel zijn nut bewezen. Maar je plaatst het dan inderdaad voornamelijk zeg maar, in een soort van sociaal slash entertainment aspect. En dat het in zekere mate een soort van... Ook gezondheid, hè? Tuurlijk. Maar ik bedoel, als je gaat kijken of kijkt live, is dat niet echt zozeer gezondheid. Het ondernemen van sport zelf, maar dat is meer het individuele, wil ik zo nog even op inzoomen. Maar meer als je kijkt naar het gemeenschappelijk, is het voornamelijk dat waar dat wordt ingezet. Heb je een idee waarom dat zo belangrijk is? Dus waarom dat zo aantrekkelijk is? Maar ik denk dat sport is iets dat echt mensen connecteert. Ook alle lagen van de bevolking. Maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Heel veel mensen gaan heel graag naar sport kijken. Maar je hebt er de die-hard sport van. Die komen supporter voor een ploeg of voor een bepaalde atleet, voor een bepaalde renster. Want dan heb je een heel pak bij die gewoon puur komen voor de sfeer, voor het sociale gebeuren, naar een sportevenement komen. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet geïnteresseerd in voetbal, maar ik ga wel graag een keer naar een voetbalmatch voor de sfeer. Ik zorg er alleen voor dat ik weet wie er thuis speelt, dat ik niet voor de verkeerde ploeg supporter. Maar dat is ook voor de sfeer en soms ook om te netwerken. Maar netwerken is zo'n groot woord, kan ook gewoon zijn met vrienden om een pintje te komen drinken. En dat is heel belangrijk, hè. Dat is een vorm van uitgaan. Zal maar zeggen. Op televisie is natuurlijk een heel leuk tijdverdrijf. En dan zelf sport doen, ja, dat is nogal iets dat is voor de fun en voor de gezondheid. Hè. En creëert hij in zekere mate soms ook zo, en zoals je zelf zegt, zo, soms ook een nefast gevoel, waarin dat je bijvoorbeeld inderdaad zo clubs tegen elkaar hebt en waarbij dat je enerzijds zo het toffe competitieve net, wat spannend houdt, maar anderzijds ook zo het nefaste, zoals je zelf zei, oh, zien die ploeg of dat ploeg, of heeft dat dan, moet ik het zeggen, heeft het ook geen keerzijde? Wel, wij zitten natuurlijk in sporten waar dat minder speelt. Hè. Om een voorbeeld te geven, de Memorial Van Damme is een van onze kroonjuwelen natuurlijk. Daar komen geen klants naar kijken. Mensen komen daar voor het evenement, voor de belevenis. Die hopen natuurlijk een wereldrecord te zien vallen of een Belgisch record. Maar die komen voor het totaalpakketje. Maar dat zijn geen klants die daar tegen elkaar gaan beginnen vechten, bij wijze van spreken. Dus de meeste van onze sportevenementen die wij organiseren, gebeuren ook allemaal op een hele vreedzame manier. Ja. Dus,